Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Caroline Schmid. Welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Ik heb jou uitgenodigd om hier bij mij aan tafel te zitten. Op die uitnodiging zei jij heel overtuigend ja. Ja. En dan ben ik altijd heel erg nieuwsgierig. Waar komt die ja vandaan? Jouw onderwerp, doodnormaal en de dood, is voor mij, voor heel veel mensen misschien wel een bijzonder onderwerp. Omdat het aan de ene kant zo verbonden is met het leven. En aan de andere kant ook een taboe op ligt, zeker in Nederland. Ik weet niet hoe dat in de rest van de wereld echt werkt. En eigenlijk iedereen heeft er op een of andere manier wel mee verbonden natuurlijk. Dus, en ik merk dat het voor mij vanaf mijn jonge jaren al, heeft het zo'n bijzondere connotatie eigenlijk. Heeft het zo'n bijzondere betekenis. Ik ben in een heel bijzonder gezin opgevoed. Mm-hmm. En met twee priesters. Mijn vader en moeder waren allebei priester. En mijn opa was een voorganger van een kerk. Dus als er iemand overleed, wat nog wel eens gebeurde natuurlijk, dan moest ik mee. Oh. Naar de uitvaart. Dus ik ben al heel jong in mijn leven heb ik kennis gemaakt met dood. En de rituelen daaromtrent. En dat was een vrij vast ritueel. Maar voor mij is het eigenlijk zo verbonden met het leven. En eigenlijk wil ik het uit het taboe halen. Ja. Niet door daarover te gaan prediken. Maar wel door als het zich zo voordoet, daarover te spreken met mensen die het willen horen. Hmm. Ja. Dus jij bent eigenlijk al heel jong meegenomen in dat de dood onderdeel is van het leven. Eigenlijk wel, ja. Yeah. Ja. Gewoon ook omdat het zo nou eenmaal was. Zo ging het nou eenmaal. Maar dat was niet heel bewust volgens mij, maar zo ging dat dan. Ja. Yeah. En hoe was dat om daarin mee te worden genomen? Want vanaf hoe jong hebben we het dan over? Nou, ik denk dat ik 6 of 7, ik ben nu 46. Dus dat is al 40 jaar terug. Dus dat was heel jong. En, maar ik voelde toen, ik was een heel gevoelig kind, ben nog steeds een gevoelig kind. en wat ik toen al merkte was dat ik bang was voor de energieën die ik voelde en zo. En, dus, maar dat kon eigenlijk niet in de kerk, dat was not done. Dat was er gewoon niet, dat werd niet eens over gesproken. Dus ik had een hele andere beleving, dus daar heb ik echt mee om moeten leren gaan. En kun je eens een beschrijving geven van wat die beleving dan voor je was? Ik voelde bijvoorbeeld de overledene dan, hè, zeg maar, in de zaal van het was dan altijd een crematie, niet een begrafenis. Die voelde ik dan. En dat kon ik niet plaatsen, want het was ook nieuw voor mij. Ik was jong, ik kon het niet met iemand over hebben. Dus voor mij was dat echt wel bijzonder om daarmee om te gaan en om dat een plek te geven in mijn leven. Want ik wist al heel jong dat ik daar ook niet over kon hebben met mijn ouders of met anderen binnen de kerk. Dus daar ben je echt met jezelf mee geweest dan? Zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. En wat voelde je dan van die overledene? Alleen maar liefde. Liefde en bij de personen van wie diegene hield willen zijn en laten weten dat ze oké zijn. En warmte, nou. En ook soms kwamen ze naar mij om eigenlijk een boodschappen over te willen geven aan degene, aan de familie bijvoorbeeld. Maar dat kon ik helemaal niet. Dan was ik, op een gegeven moment hield dat ook wel op, gelukkig. Ja. Ook omdat ik wist dat ik was veel te jong om dat soort dingen door te geven. Maar ik vond het wel een interessante ontwikkeling, een interessante tijd ook. Ja. Ja. Want wat herinner je je nog van de rituelen van toen? Wat? Van de kerk? Ja? Ja, dat dat vrij vaststaand was. En dat dat niet afgepast was per se op de persoon of op de familie. Mm. En dat was een vast ritueel. En dat was toen nou eenmaal zo. Hè? Ja. En we zeggen daar heel vaak over. Maar we wisten niet beter. Hè? Als we hadden geweten, dan was het misschien anders gegaan. Maar dat vond ik wel altijd bijzonder. Dat dat een vast ritueel had, vaste liederen ook en vast praatje. En dacht, maar het gaat helemaal niet over de persoon, hè, van wie we nu afscheid nemen, of, hè, per se, maar meer over dat wij er van afscheid van kunnen nemen. Ja. Van een leven.
En dan werd ook gezegd, ja, we sluiten dan een levensboek. Ja, prima, maar volgende week of over 2 maanden of over de 5 jaar, over 10 jaar misschien wil je daar nog iets over zeggen en is daar nog plaats voor? Nou, vaak dus niet. Er was niet veel plaats voor de dood. Wat ik heel bijzonder vond zelf, omdat ik een andere ervaring had. Ja, en dat is eigenlijk gek dat er geen plaats is voor de dood en dan zo'n de kerk eigenlijk vanuit hun ritueel, althans zo ken ik dan ook wel de kerk als het gaat om de dood. Mm-hmm. Er vaak dan ook wel werd gesproken door kerkgangers van ja, maar ik moet er wel goed voor zorgen voor mezelf in het leven. Want wie weet ga ik straks misschien wel naar de hel. Want ja, weet je, de hel en de hemel, dat was dan een beetje als je naar de kerk ging, dan was dat wat gekoppeld was aan de dood. Ja. Terwijl ik denk, ik ben dan meer in een humanistische omgeving opgegroeid. Dus niet met hemel en hel, godzijdank. Yeah. Als ik het zo mag zeggen. Yeah. Maar wel, hè, als iemand weg was, iemand weg. Klaar. Yeah. En dat, oh ja, dan was het echt klaar. Ja, dus de emotie was er dan ook, werd er ook afgehaald. Weet je? Dus het bijna geïnstitutionaliseerd. Jeetje, kom niet uit. Maar dat het eindelijk bijna werd het gewoon iets gemaakt wat niet emotioneel was. Terwijl het was een en al emotie. Maar er was dus niet zoveel plek voor. Dus dat vond ik interessant eraan. Ja. Dat werd er eigenlijk van losgekoppeld. Bijna wel, ja. Ja, het ritueel is eigenlijk nog belangrijker dan het verlies van... Dus de buitenkant. Dus meer dan van, wat kan ik voor je doen? Hè? Voor de familie of voor de naamstaande? Van, wat kan ik er voor je zijn? Of dat, die vraag kwam niet vaak. Nee. Of, hoe beleef jij het? Of, nou, en is dat gaandeweg de jaren veranderd naarmate je ouder werd? Heb je daar verandering in gezien? Ja? Nee. Heel eerlijk, nee. Ik ben tot mijn 21ste ben ik in die kerk geweest. Dus ik heb daar best wel in dat opzicht ook qua dat onderwerp best wel veel heb ik meegemaakt en gezien. En eigenlijk is er weinig veranderd. Daarna kan het zijn dat er nog heel veel is veranderd. Hè? Dat kan. Maar dat heb ik dus niet meegemaakt. Dus dat is ook wonderlijk dat dat gewoon decennia in, decennia uit, gewoon hetzelfde ritueel is gebleven. Terwijl onze beleving en onze emoties, die hebben toch echt een plek nodig, denk ik. Nou ja, en ook wel het erkennen dat daar een mens ligt met een naam. Ja, precies. En niet alleen maar een kist met een vulling. Dat klinkt misschien nu wel, maar ja, zo klinkt het wel, zoals je zegt, een kist met een vulling. Ja, dus dat is mijn begin, zeg maar, ervaring met Hey, en je zegt het was vooral de humanistische insteek van het geloof. Vertel even iets over de kerk. Wat voor kerk was het? Het heet het Apostolisch Genootschap. Oh ja. En daar zat ik dus met kop en kont in. Mm-hmm. En op zich is het een mooie insteek, hè? Het ging over naaste liefde. Maar dat was eigenlijk de hoofdtitel. Ja. En... Ik heb daar veel meegemaakt, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb me daar niet altijd vrij gevoeld om te voelen hoe ik me voelde. Maar ik was eigenlijk vrij uniek omdat ik dingen zag en voelde die anderen misschien niet zo snel konden ervaren. Dus daarin was ik toch echt wel anders. Dus mijn beleving in die tijd in de kerk is dus ook wel echt anders dan heel veel andere mensen dat konden ervaren. Hey, en je zegt vanaf je 21ste tot je 21ste ben je daar eigenlijk aan verbonden geweest? Ja. Is daar een omslag ontstaan? Of? Ja, ik was 21 toen mijn vriend overleed. Heel plotseling, hij verdronk in Enkhuizen. Mm-hmm. En toen eigenlijk heb ik niks van de kerk gehoord. Niks, niemand die vroeg hoe het ging. Liepen echt weg als ik erover wilde vertellen. Dat is 1 of 2 keer gebeurd hoor, maar dat was wel een heel profound, belangrijke, letterlijk ommeslag voor mij. Van wat heb ik hier? Hè? Wat vind ik eigenlijk hier in deze kerk? Maar goed, ik wil niet afgeven op de kerk, want dat is niet aardig. En het heeft me ook heel veel gebracht, laat ik dat eens zeggen. Maar op mijn 21ste heb ik dus echt gewoon gebroken met heel veel zaken in mijn leven. Omdat van de een op het andere moment moest ik gewoon volwassen worden. En moest ik gewoon voor mezelf gaan zorgen. En dat is eigenlijk zelfbehoud. En,
Ja, ik zou ook 2 weken later ook hier naar Amersfoort komen om naar de hogeschool te gaan. Ik ging net uit huis, maar dat was dus 2 weken nadat alles gebeurde. Dus dat, mijn hele leven stond op zijn kop. En ik ben gegaan. Ik ben alleen gaan wonen, in een woongroep gaan wonen hier. Ik ben gaan studeren en ik ging creatieve therapie beeldend studeren. Je werkt dus heel veel vanuit creativiteit en je creëert zaken. Ik heb dat alleen maar gebruikt om mijn eigen rouwen. Ja, ik kan het zeggen. Het kan heel ondersteunend zijn aan wat je had meegemaakt. Absoluut. Dus ik heb daar niet zoveel geleerd, maar heel veel over mezelf. Maar heb je wel heel veel geleerd. Ja, niet zozeer over het vak. Maar ik heb inderdaad heel veel geleerd over mij en over hoe ik om kan gaan met wat ik ervaar. Hey, en je vriend is dus heel abrupt vertrokken, hè? Want het is een ongeluk eigenlijk, verdronken. Ja. Hoe lang waren jullie al samen? Bijna 2 jaar. Maar ik had nooit eerder een vriendje gehad. Ik was een ontzettende laat bloeier, zullen we maar zeggen. En hij was echt degene die mijn leven tijdens zijn leven al op zijn kop zette. Omdat ik natuurlijk uit de kerk kwam. Een blaadje, groen blaadje was ik. En hij, op de dag dat ik hem tegenkwam, ging hij voor de eerste keer, hè, dat ik hem ontmoette toevallig op straat, ging hij met de trein naar Alkmaar, naar een rechtszaak waar hij voor moest komen. En ik was gewoon zo bleu als het maar zijn kon. Dus het was heel wonderlijk. En ik raakte met hem in gesprek via een gezamenlijke vriendin. En toen had ik meteen zoiets, deze jongen, dit is hem gewoon. Maar ja, dat was wel wonderlijk. Hij was gewoon echt een kleine crimineel, zeg maar. Dat was gewoon zo. En ik, wat wist ik nou van de wereld? Dus hij heeft mijn hele wereld, echt wel heel veel invloed op mij gehad. Heel veel bijzondere mooie invloed ook. Want hij was ook heel erg wijs. En eigenlijk te wijs voor deze wereld achteraf misschien. Ja. Ja, want het doel verdrinken, dat is nogal wat om zo te vertrekken. Zeker. Yeah. Ja, dat is echt een bizar iets. Ja, want hoe weet jij daar iets van, hoe dat gegaan is? Ja, ik was er zelf niet bij. De avond ervoor hadden we ruzie gemaakt en flink ook. En zo zijn we ook uit elkaar gegaan. Ik heb hem daarna nooit meer in levende lijf gezien. En wat er gebeurde op 15 juli, was dat in 1996... ging hier met vrienden. Ja, er is in Enkhuizen zijn heel veel mooie grachten. Hè? Dus vrij brede grachten ook, want er is een haven. Nou, prachtig allemaal. Maar hij was bang voor water. Dat moet je weten. Dat hoort erbij. Maar zijn vrienden die hadden hem aangemoedigd om samen met hen de gracht over te zwemmen naar de andere kant. En daar was een biljartcentrum. Daar wilden ze graag gaan biljarten. Maar zij waren allemaal rare jongens hoor. Allemaal gekkies. En wat er gebeurde was dat hij durfde eerst niet. Hij zei, dat blijkt later uit verhalen die ik van zijn vrienden heb gehoord. Mm-hmm. Ik loop wel om. Ik ga wel via de brug. Dan zie ik je aan de overkant. Uiteindelijk is hij toch gegaan. Is hij toch gesprongen. En hij is niet meer boven gekomen. Dat is echt bizar. Oh, echt door de sprong is hij... Ja, maar ik heb nooit begrepen waarom hij is gesprongen. Omdat hij zo bang was. Ik weet hoe bang hij was voor water. Dus misschien is het toch, toch zijn ego de overmacht gekregen. Of dat hij, het is tot op de dag van vandaag niet helemaal helder hoe dat is gegaan. En hoe dat in zijn hoofd heeft afgespeeld, zeg maar. Dus zo. Ja, en hoe hoorde jij daarvan? Ik hoorde de ochtend erna, ik had echt, dat weet ik nog heel goed, ik had heerlijk geslapen. Echt zo vredig en zo... Ik wist helemaal van niks. Maar die avond is hij dus overleden in het ziekenhuis. En 's ochtends stonden mijn vader en moeder in de deuropening van mijn slaapkamer. Ik woonde nog even bij hem voordat ik zou gaan. En ze stonden daar en ik wist het. Ik zag ze. En ik dacht, hij is weg, hè? Toen begon de gekste. de zoektocht naar van hoe, wat, waar. Ik wil altijd context weten, want dan... kan ik het plaatsen. Dus ik ben met mijn moeder rond aan Enkhuizen gaan rijden met de auto. En gaan vragen bij zijn moeder, bij zijn vrienden, bij de politie. Want wat is er gebeurd? Hoe?
Nou ja, en ook vanuit het idee van ik had de avond ervoor natuurlijk ruzie met hem gemaakt. Ja, dus je hebt een hele rare afronding. Ja, met dat hem. Was echt crazy. Ja. Dat was ongelooflijk. Dus dat heeft mij doen beseffen dat het leven gewoon zo fragiel is eigenlijk en zo. Ja, zo ook tegelijkertijd zo krachtig is. En dat je zo krachtig kan weggenomen worden. Wat voor impact dat kan maken. Ja. Dat heb ik daarvoor dus nooit zo ervaren in de kerk. Ook al waren dat ook dierbaren, weet je wel. Dit was zo iemand die zo aan mij geplakt zat, met mij verbonden was. En met wie ik zoveel mooie dingen heb mee mogen maken. En intense dingen. Mm. Ja. Maar je hebt dus, als ik je nu hoor, zoals je er nu nog ook over praat, je hebt wel wat antwoorden gekregen. Ja, wel wat. Maar wat er uiteindelijk in zijn hoofd is ontstaan. Ja, dat antwoord kan je natuurlijk nooit achterhalen. Nee. Ja. Dus zo. Ja. En konden... wat gebeurde er met de mensen waar jij dan zeg maar zo aan het aanbellen was om je vraag te stellen? Ja, die waren ook in shock, weet je wel. Dus een moeder, die was natuurlijk... Zij waren ook heel erg met elkaar verbonden en hij woonde nog thuis. Hij was 26. Maar zijn moeder is ook totaal verward geworden. Die had ook niet een makkelijk leven al, maar die heeft het echt lastig gehad hoor. Dus op dat moment, dan praat je in shock met elkaar. Hè, zo. Volledig... overgeleefd aan emotie en aan overleving en aan, zo. Ja. En nu zijn we ruim 25 jaar later, volgens mij. Ja. En wat heeft dat moment voor impact gehad op jouw leven? Ik heb mijn ogen geopend op dat moment. En dan moet ik echt zeggen, op spiritueel vlak ook. Mm-hmm. Ik ben echt ontwaakt. Ja. En wat betekent voor jou ontwaken? Ik zat zo onder het juk van alles wat maar cognitief was. En wat te maken had met wat andere mensen mij vertelden over spiritualiteit. En dat heb ik natuurlijk zelf, dat is geen verwijt, dat is gewoon gebeurd. En wat ik voelde toen, op het moment dat hij overleed, zag ik overal dolfijnen, zeg maar, schilderijen. Mm. En ben ik eens gaan kijken. Oh, wat is dat? Wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is dat voor een symbool? En toen bleek dat dus als symbool werd verteld, de boodschapper tussen hier en het hiernamaals. Ik dacht, oké, dat is interessant. En toen begon ik hem te horen en te zien. En te zien als in voelen zien. Mm-hmm. En ik voelde hem achter mij als ik sliep. Dat was echt wel wonderlijk. Maar wat ook wonderlijk was, was dat ik op een gegeven moment ging... ik ging dus hier in Amersfoort ook naar school. En ik werkte ook af en toe. En ik kwam... Er was een collega van mij. En die zei, in de pauze stond die keer te roken. Ik rookte niet, maar ik ging met hem mee omdat het zo gezellig was. En ik stond bij hem en hij zei, jij hebt iemand bij je, hè, altijd. Ik zei, waar heb jij het nou over? Toen vertelde hij over Arend, mijn vriend, mm-hmm. Overleden vriend. En hij zei, maar hij ziet er toch zo en zo uit. En hij voelde zo en zo en zo. Hoe is dat voor je? Nou, dat klopte allemaal. En toen ben ik echt gewoon zo hard gaan huilen. Dat was zo'n feest van herkenning. En ook dat hij dus beaamde dat hij met mij sprak. En dat hij zich af en toe liet zien. In kleine hintjes ook, mm-hmm. weet je wel. Dus ik ben echt wel ontwaakt op die manier. En hij heeft mij heel lang als gids ook geholpen. Tot de dag van vandaag. Is hij zo af en toe nog steeds bij je? Ja. Of komt hij nog langs? Hij komt langs, ja. En dan zie ik zijn ontwikkeling. Dus voor mij gaat het gewoon verder allemaal. Ja, het leven houdt niet op als de dood daar is. Nee, en misschien zelfs ga ik misschien wel heel ver om dat te zeggen. Maar voor sommige mensen begint het misschien dan pas. Weet je wel, het vrije leven of het leven wat je eigenlijk had willen hebben. En leg dat nog eens nader uit. Wat bedoel je dan, het begint daar pas? Nou, het zou kunnen zijn, dat denk ik, hè. Mm-hmm. Dat als je leeft, dat je heel erg ziek bent. Of dat je
beperkt voelt in je gedachten of in wat je kunt of wilt in dit leven. Als je vrij bent van dit leven, of vrij van het lijf wat misschien niet goed werkt. Ja. En dat is er niet meer. Wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan met je? Hè? Dat is een hele interessante vraag. Ja, dat is een hele interessante vraag. Ja. Ja. Wat komt er? Komt er iets na? Ja, en zou je, ja, ja. Komt er iets na? En als dat dan zo is, wat is dat dan? Ja, precies. Ja. En ik heb de afgelopen jaren heel veel ook vrienden verloren. Hè? En mensen zijn ook overleden. En wat ik dan zie is dat er ook heel veel bevrijding voelt. Ik voel dat ze zich bevrijd voelen soms. Oké, alle overtuigingen die ik had. Ja. Ja, zijn die wel waar? En, nou ja, er wordt heel veel ook over geschreven, over dat hele proces, hè, van overlijden. Ja. Hoe dan verder? Wat verder is überhaupt? Ja. Gaan we wel verder? Ja, 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 ja. Nou, dan kun je natuurlijk over twisten met elkaar of over discussiëren, zeg ik altijd. Maar ja, stel je toch voor dat het zo is. Ja, en ik heb dus met Aaron heel sterk ervaren dat er een heel mooi traject kan zijn. Dat je daar ook nog verder kunt leren. En dat ik daar weer ook van kon leren door zijn hele weg. Ja, want in principe, wat ik ook altijd wel zeg, je blijft natuurlijk ook al, verlies je iemand door de dood, je blijft altijd verbonden, want je hebt samen een leven gehad. Hè? Dat heeft een betekenis gehad. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ik voel iemand of ik zie iemand. Ik bedoel, dat soort verhalen zijn niet onbekend. Er wordt ook wel, er zijn veel mensen die dat benoemen en zeggen. Of herkenning ervaren in ik wil een vlinder of een vogel. Mooi, of jij dan een dolfijn. Ja. Dus er is iets in dat daarna. Weet je? Want anders, als die verhalen er niet waren, dan zouden we het kunnen ontkennen dat het bestaat. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die beamen van, ik voel hem, haar. Ja, zeker. Ik zie hem, haar. Dromen. Dromen. Ja. Boodschappen die je krijgt. Ja, dat. Ja. 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 Ja, en ook wel mooi dat jij dus eigenlijk door hulp van anderen de bevestiging krijgt van wat je al eerder zei toen je zo jong was en je zo gevoelig voelde. Wat dus geen plek had, in ieder geval in verbinding met eventueel je ouders of andere familieleden. Mm-hmm. Dat er dus op enig moment in je leven een verbinding daarmee ontstond. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi hoor. Dat was ook wel echt een beetje nodig. Ik had dat zelf echt heel erg nodig. Ja. Ja. En nodig in wat voor zin? Ik heb altijd al gedacht van, is dit het nou? Weet je wel, is dit het enige wat we kunnen zien, aanraken, ruiken, proeven? Is dat het enige? Is het echt waar? Want toen ik klein was, kletste ik ook met diertjes, snap je? En in de natuur was ik ook altijd gewoon aan het kletsen met van alles, zag kleurtjes. Dus ik was echt zo'n gevoelig kind. Dus ik dacht, ziet niemand dit nou? Weet je wel? Ja. Ben ik dan de enige? Dus dat werd opeens allemaal met terugwerkende kracht, zeg maar, op het moment dat hij, mijn collega, dat zei. Ja. Met terugwerkende kracht werd het allemaal bevestigd. En daar ben ik echt zo... Ja, dat had ik echt nodig, ja. Ik echt nodig. En wat heeft het je... los van dat het nu... Het was een soort erkenning van jezelf, hè? Je mocht ineens zijn. Ja, ja, absoluut. Letterlijk zijn wie je bent met alles wat daar eigenlijk is. Ja, zeker. Wat deed dat uiteindelijk met je? Ik bedoel, dat die zijnsbevestiging? Nou, ik denk dat een heel groot deel in mij ook heeft ontwaakt, zeg maar. Dus het gevoelige stuk, dat kon ik eindelijk ontwikkelen, omdat het niet meer slapend was in mij, zeg maar. Dus wakker. En dat is denk ik, daardoor ben ik echt wel gaan zoeken ook van hem met andere mensen. Van maar hoe kan ik mij hierin ontwikkelen en hoe kan ik hier verder mee? En zo is het eigenlijk, zo ben ik eigenlijk ik geworden. Nog meer dan wat ik al was. Ja, ik voelde me altijd... Ja, ik voelde me echt slapend. Yeah. Ja, dat is echt wonderlijk. Maar nu, ik heb dus allemaal cursussen kunnen doen. Kunnen zien dat ik gewoon echt een spiegel ben voor mensen. Yeah. En dat ben ik dus gaan doen in mijn praktijk. Yeah.
ik geef reflectie van de zielconsulten. En dat merk ik dus ook echt, dat ik bij mensen naar binnen mag kijken. En dat ik dat mag vertellen, dat is voor mij zoiets bijzonders. Ik vind het zo bijzonder dat ik dat mag. Dat je dus echt zielscontact mag ervaren. Ja. En dat die ziel dus blijkbaar iets is wat overstijgt over dit leven. En dat je daar altijd mee kunt praten. En dat dat niet te maken heeft met tijd of plaats. En jij bent daar dan in de verbindende factor. Ja, blijkbaar. En dat vind ik zo... Dat is super dankbaar. Als je kijkt waar ik dan vandaan kom, hè, zeg maar. Dat echt niet kon. En dat het nu gewoon onvermijdelijk... Dat denk ik altijd hoor. Wat er latent allemaal aanwezig is. Dat komt onvermijdelijk ooit een keer in je leven naar boven. Maar dat was voor mij dit stuk. Denk ik. Hey, en als je nou nog meer jouw ik moet beschrijven. Wie is ik dan geworden? Wie is die ik dan? Want je zegt ik ben echt ik geworden. Ja. Maar wie is ik? Is een... hoe moet ik dat nou zeggen? Dat is een mooie vraag, zeg. Jeetje. Wie is die ik dan? Die ik is... voelt zich een soort zwerver in deze wereld. Een soort zoeker eerder. Niet een zwerver, ik zoek eerder. En waar ik naar zoek is... wie ben ik dan? Hè? Wat kom ik hier doen? En hoeveel facetten... zitten daar al niet aan vast. Weet je, ik ben een vrouw. Ik ben een partner van iemand. Ik ben een collega. Ik ben ik met mijn verdriet. Hè, mijn verlies. De mensen die zijn gegaan in mijn leven. Ik ben ik met mijn weten. Noem ik het altijd. Met mijn zielenweten. Mm-hmm. Met iets hogers dan alleen maar ik als mens. En ik ben ook ik het egootje. Wat gezien wil worden. Wat nodig heeft om een verhaal te doen. Mm-hmm. Ik ben... En dat leer ik steeds meer uitdiepen. En ik wil over alles eerlijk zijn. Als ik eerlijk naar mezelf in de spiegel kan kijken. En kijken naar mijn verdriet. En dat kunnen uiten op de manier waarop ik dat nodig acht. En hoe dat het beste werkt voor mij. Dat gaat voor mij bijvoorbeeld door middel van muziek of zien. Ik speel piano, dus dat werkt heel fijn voor mij. Dat heeft me ook enorm geholpen. Mm-hmm. Dan word ik schoner van binnen. En helderder en weer een spiegel voor mezelf en anderen. Nog meer dan dat ik al was misschien. Dat is eigenlijk mijn wens hier. Wat er opkomt nu is dat ik... Dat je eigenlijk bij die ziel komt die dan straks... Eigenlijk die ziel waarin jij voelt dat die daar is als de dood voorbij is. Oh ja, oh mooi. Ik weet niet of dat zo is, maar dat hoor ik een beetje... Ja, dat je heel erg dicht bij dat zielsniveau van jouw ik komt. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig daarnaar. Weet je, naar wie wat dat dan is. Wat dat aspect van mij dan is. Wie die kern dan is. Of wat dat dan is, weet je wel. En waarom... Ze zeggen altijd, hè, we zijn verbonden met alles. Hè? We zijn met alles verbonden. Maar hoe zit dat dan? Hoe werkt dat? Ja, en al die laagjes die daar bovenop liggen, waardoor ik het nog niet kan voelen, die vind ik interessant. Wat voor laagjes zijn dat dan? Ja. Is niet per se vervelend of naar, of moet weg. Dat is het niet. Ik wil er naar kijken. Ja. Je wordt er nieuwsgierig van om te onderzoeken wat dan, waarom dan, hoe dan. Ja, en dat doe ik dus ook graag bij anderen. Oké, waarom ben je hier? Waarom zijn we hier? Weet je wel, we worden geboren, we gaan dood, oké. En daartussenin gebeurt zoveel moois. We kunnen zoveel leren van deze tijd, juist door ook verlies mee te maken. Mm. En op de bodem van de barrel, weet je, op de bodem van de put te zitten. Yeah. En te voelen, oké, dit kan niet slechter. Dit kan niet erger worden dan nu. En dan, wat gebeurt er dan met jou? Weet je, wat gebeurt er dan met je hart? Zorg je dan ook nog goed voor jezelf? Zoveel als kan als je in de overlevingsstand zit, weet je wel? Voel je dan ook nog dat je ademhaalt? Voel je dan ook nog dat je lief kan hebben, wat dat dan ook is? Weet je, hoe klein het misschien ook is. Dat heeft mij zo geholpen om op die bodem van die put te zitten. En gewoon te zeggen van, eigenlijk maakt het niet meer uit of ik leef of dood, hè? Of ik zelf leef of dood ben. Dat heb ik ook ervaren, zover zat ik ook, hè, nadat Aaron overleed. En toen heb ik op een gegeven moment gevoeld, ja maar... Wat zit er dan op de grond?
daar ben ik, daar woon ik, daar ben ik nu. En daar, dat is wat er nu is. En wat is er dan? Wat blijft er over? Het leven. Ik ben hier niet voor niets. Hmm. Anders was ik ook wel weg geweest. Weet je wel? Dus toen heb ik gevoeld van oké, ik heb hier nog iets te doen. En nu kan ik voelen dat Aaron weg is gegaan. Hij heeft mij eigenlijk ook gewoon indirect een enorm cadeau gegeven. Weet je wel? Hij heeft mij laten zien wie ik echt ben. Door mij uit te dagen mezelf te zijn. Maar dat moest dan wel met een hoop, met een enorme klap. Nou, weet je wat ik denk? Mensen zoals ik, maar heel veel andere mensen met mij, hebben gewoon af en toe een enorme klap voor ons bek nodig. Ja. Anders voelen we het niet. We zijn zo krachtig dat subtiele zaken werken vaak niet. Als mens hebben wij nou eenmaal zwart-wit, goed, kwaad. Dit hebben we nodig. Want anders dan snappen we het niet, de les. Nee, ik denk dat dat heel waar is. Want ik ken dat ook uit mijn eigen ervaringen. En daar leren we van, als we dat willen doorzien. Nou ja, als je er voor open staat inderdaad. Precies. Ja, als je er voor open staat om die boodschap te ontvangen, dan kan daar gewoon enorme schoonheid door zichtbaar worden. Ja, absoluut. Ja, en op een gegeven moment ben ik maar echt met hele kleine dingen waarderen begonnen, weet je. En heel veel schrijven toen ik het echt zo lastig had. Met het verwerken, dat kan helemaal niet verwerken van rouw, dat gaat helemaal niet. Ik maar vind dat als mensen dat zeggen, dan krijg ik daar altijd de shivers van. Dan denk ik, je verwerkt iets niet. Je gaat met iemand op reis die overleden is en die blijft tot je eigen dood gewoon altijd bij je. Die gaat nooit weg. Helemaal waar. Want je hebt daar gewoon een leven mee gehad en dat heeft betekenis gekregen, gevonden, is doorleefd, zit in jouw systeem. Helemaal. En iedere keer weer als je de toekomst instapt, dan kom je wel weer een moment tegen waarin je weer terug wordt gebracht naar degene die er niet meer is. Absoluut. En dan ontdek je weer iets anders nieuws waarvan je dacht, huh? Ja. Hè? Ja, precies. Weet je, helemaal met verwondering en verbazing dan weer wakker wordt dat je denkt, oh, oké, nou, dankjewel. En dan ga je weer verder. Ja. Zeker. Ja. Dat is mooi, want ik merk dat het dat beleven van die rouw, van dat gevoel van verlies, voor mij werkt dat in cirkels. Dus het gaat in een cirkel en dan komt het steeds weer op een andere laag komt het binnen. Ja. Voel ik het op een ander niveau. Ja. Dus en dan komt er weer een cirkel, weet je, dan gaat het weer even goed en dan komt het weer op een andere wijze bij me binnen. En als ik dat durf te onderzoeken en daar dat te durven blijven voelen, niet weggaan bij mezelf, bijblijven, adem, bevragen, wat kom je doen? Yeah. Wat is dit? Waar linkt dit aan? Dan zie ik ook dat er in die periode en soms nu nog, doordat het terugkomt op een ander niveau, linkt het ook aan andere thema's van vroeger. Hè? Dus dat wil dan ook mee in dat zuivering. Ja. Dat zuivering moment, zeg maar. Ja. Ja, dus dat vind ik heel bijzonder. Dat als je er open naar durft te kijken. Ik probeer er. Het lukt helemaal niet altijd. Maar we blijven ook gewoon mensen. Hè? Ja, dus precies. Je kunt in het moment waarin dingen zich voordoen. Kun je het wel of niet handelen? Of komt het precies. wel of niet gelegen? Precies. En ik geloof er heel erg in dat de dingen die je wil leren, als je het nu, hè, stel dat het nu hier, terwijl je hier zit, er iets op tafel komt. Ja, en je kunt dat niet hebben, dan komt er wel een ander moment. Precies. En dan blijft het zich net zo lang herhalen, totdat je het wel op je bord legt en denkt, oké, nou, ik ga het nu eens opeten, eens kijken, wat kan ik ermee? Ja, en zo werkt het leven in mijn beleving. Absoluut. En dat maakt dat je daarin ook heel lief naar jezelf mag zijn. In de zin van dat niet alles in het moment op te lossen is. Nee, precies. En dat het ook niet hoeft te worden opgelost. Nee. En dat het ook niet altijd zit in het oplossen. Nee. Maar in er soms gewoon simpelweg alleen maar mee zijn. True. Helemaal waar. Ja. En niet meer dan dat. Of soms ook maar gewoon de dingen aan te nemen. Oké, nou, dit is het dus. Ja. Nou. Ja, dat is het mooie van emoties. Hè? Die komen gewoon om jou, gewoon, hè? Om het gewoon te laten uiten. Ze komen niet om je te veroordelen. Het is gewoon alleen maar een emotie. En de emotie wil gevoeld worden. Ja, precies.
Ja. En als we daar gewoon, als ik daar ruimte aan durf te geven, ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, en dat vind ik dan een veel mooiere manier om dan ook naar rouw te kijken. Hè? Want ik geloof gewoon dat rouwen, dat doen we eindeloos lang. Ja, en ik denk, je kan er 100.000 boeken over schrijven en bladzijden mee vullen. Ja, weet je, er is van alles en nog wat over te zeggen. Maar wat ik wel zie in de wereld waarin we leven, is dat het heel erg ontkend wordt dat het iets is wat altijd bij ons is. Ja. Hoe heb je het al een plekje gegeven? Ja. Nou, dan krijg ik echt plekje. Ja. Moet ik er een boek over schrijven en dan het boek dicht doen en is het dan klaar? Nou, juist. Echt niet. Dat zo werkt het niet. Ja. Het is een boek, want mijn leven is een levensboek. En dat levensboek bestaat uit hoofdstukken. En in die hoofdstukken vinden allemaal reizen plaats. En iedere keer in die reis wordt er ook wel weer eens iemand uit het verleden meegenomen. Die komt dan weer even hallo zeggen. En die komt zijn boodschap dan weer brengen. Ja, en die gaat dan weer mee verder in het levensboek. Ja, zo werkt het volgens Prachtig. Mij. Ja, ja. Hey, je zegt, je maakt ook muziek. Ja. Wat doe je met muziek? Ik kreeg op het moment dat ik hier ging wonen in Amersfoort, kreeg ik een piano van mijn tante. Mijn vader is pianist, organist, in de kerk natuurlijk. Ik was er ook altijd mee bezig. Ik kon eigenlijk geen piano spelen nog. Maar ik kreeg dat ding stond in mijn kamer en ik heb er zoveel opgespeeld. Alleen maar eerst vanuit dat ik geen akkoorden, natuurlijk wist van niks, ben gewoon maar begonnen. En dat ontwikkelde zich steeds meer tot melodieën en ik heb geprobeerd akkoorden te leren. Nou, dat is een beetje gelukt. Maar gaandeweg werd het echt een uitingsvorm voor mij. Mm. En wat ik zo mooi vind aan muziek, is dat het komt en gaat. En tenzij je het opneemt op een bandje, dan gaat het ook weer weg. En ja. Dat geldt ook voor zingen. Dus toen ben ik even gaan zingen, ben ik muziek gaan maken. Dat was echt een heerlijke manier voor mij. Want het beeld is prima, maar het is altijd een beeld wat blijft bestaan. Dat is vast aan iets. Dit was veel vloeiender en ik had dat vloeiende nodig. Want ik moest mezelf af en toe vlot trekken uit een emotie. Dus dat was een hele mooie energie om daarmee te werken. Even als dans, ik danste heel erg veel toen. En dat was ook al die bewegende manieren. Dus uit dat strakke, die strakke emotie. Eigenlijk vind ik rouw, verdriet is gestolde emotie. Hè? Gestolde energie in je hele systeem. Ja. Ja. En het enige wat hij wil is beweging. Precies. En dat voelde ik dus. Van, ik wil het eigenlijk niet. Ik durf het niet. Hè? En dan voelde dat ik even over een grens heen moest bij mezelf. Maar het was te leuk om het niet te doen. Dus ik had er ook heel veel plezier in. Dus al jankend stond ik soms te dansen of piano te spelen. Maar het hielp mij enorm. En het helpt mij tot op de dag van vandaag. En het mooie is dat ik nu ook in het ziekenhuis nu mag piano spelen voor mensen. Mm. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat alles wat mij zo enorm heeft geholpen, weet je, dat kan ik nu verder doorgeven. Dat zit ook een beetje in mij, hoor. Toch het priesterschap, weet je wel. Ik wil dit graag. Je wilt toch ook iets uitdragen? Het ego wil ook wat. Oh, shit. Maar dat heeft toch ook iets komisch? Ik bedoel, het hoort wel echt ook. Ja. Bij je. Het heeft mij zoveel goeds gegeven eigenlijk. Ja. En op het moment dat ik midden in die drek zat en in het verdriet. Ja, gewoon niet meer weten wat ik moest met mezelf. Of, ik durfde ook geen hulp te vragen, want dat had ik nooit geleerd. Dat zit ook niet in mij. Nee. Dus toen heb ik echt wel heel veel zelf met de kunst kunnen doen. Ja, want je noemde inderdaad al schrijven. En muziek was dan ook nog één. Ja, dansen dus. Dansen. Beeldend. De hele trucendoos werd opengegooid. En het hielp voor mij zo. Het is een communicatiemiddel met mijn hele lijf. Dat heb ik nu nodig. En als ik dat mezelf blijf stellen, die vraag. Wat heb ik nu op dit moment nodig om te stromen? Om mezelf vlot te trekken? Dat heeft mij zo door die hele periode heen geholpen. Van die eerste paar jaar van niet meer weten waar mijn kop voor mijn kont zat. Ja. Hey, en waar sta je nu? Waar sta ik nu? 25 jaar later. Ik heb nu mijn eigen praktijk. Die loopt fantastisch. Waarin ik mensen één op één mag helpen met hun diepste zielenroerselen. Waar ze steeds tegenaan lopen. Niks is raar in mijn praktijk. Alles mag gezegd worden. Alles mag gevoeld worden. Alles mag geuit worden. En ik vertel ze eigenlijk gewoon wat ik zie op hun diepere laag. Ik werk 18 uur in de week als receptioniste bij de Hogeschool voor de Kunsten, theater, fantastische plek waar mensen ook een en al emotie zijn. Waarin het ook geuit mag worden. Een hele lieve man, heerlijke dieren in huis, kippen, bouillère, katten.
waar ik voor zorg. Ik heb geen kinderen, maar eigenlijk ook weer wel in andere vormen, andere manieren. Mm-hmm. Waar ik echt heel erg mooi voor kan zorgen. En waar ik gewoon ja, ook heel veel voldoening uithaal. En ik ben dus pianiste. Ik mag op Spotify staan. Ik ben met mijn vierde album al bezig. Ik wil het ook uitdragen. Net als wat jij met je podcast doet. Hè? Je hebt iets te geven, dus je brengt het de wereld in. Nou, dat voel ik bij dit. En als iemand het wil, hier. En wat ik nu voel is dat ik diep durf te voelen, ook bij mezelf. Dat ik mezelf durf te blijven bevragen, dat ik niet de waarheid weet. Dat het misschien wel soms overkomt, maar dat komt omdat ik zo'n diepe, ja, zelf zo'n diepe ervaring heb. En dat diep geworteld ook in mij zit. Hmm. Maar in principe is, weet je, ik ben zo benieuwd ook naar anderen. Van, hoe ervaar je dit? En als je het lastig hebt met jezelf. En ik wil dat niet meer uit de weg gaan. Ik wil wel een... Ik wil wel dat mensen zich durven te openen bij mij. Dat ze ook fijn vinden altijd. Yeah. Snap je zo? Ja, en het klinkt ook wel een beetje die nieuwsgierigheid naar die ander om daar zelf dan ook weer iets van te leren of zo. Of sowieso. Om daar weer iets voor jezelf uit te halen waar je misschien niet uitkomt, maar waar je door die spiegel van een ander ineens denkt: oh. Ja, zeker. Oh, wacht even, is dat ook een mogelijkheid? Oh. Ja, precies. Ja. Het is altijd een wisselwerk. Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Ook omdat ik me altijd een eenling heb gevoeld. En, hè, van, nou ja, wat ik net ook een beetje schetste in de kerk. Maar ik ben altijd een beetje een vreemde eend in de bijt geweest. En dat is allemaal prima. Dat is oké. Maar daardoor weet ik ook niet goed hoe diegene het ervaart. Wat hij ervaart. Mm. Dus daarom ben ik ook nieuwsgierig. Van, wat ervaar je eigenlijk? Yeah. Hoe is dat voor jou? Weet je? Dus daarom is mijn praktijk heel erg leuk ook. Ja, je hebt een mooie wisselwerking aan activiteiten. Waar heel veel creativiteit in zit. Dat is wat ik in ieder geval hoor. Absoluut, ja, daar ben ik ook heel erg blij om. Dat heb ik ook nodig blijkbaar. Sommige mensen kunnen heel goed één of twee dingen doen in hun leven. Zijn daar heel erg content mee. Ik voel dat niet. Ik kan dat zoveel leuks in de wereld. Ja. Is zoveel te ontdekken. Ja, ja. En het is helemaal prima. Hè? Dus ja. Dus, wat je doet is prima, maar voor mij werkt dit blijkbaar. Fotograaf. En, dus ik zit helemaal in de macro. In dus hele kleine bloemetjes of bijtjes. Die maak ik dan uitvergrote foto's van. Ja, daardoor ben ik zo gaan genieten en van de natuur, maar ook van de essentie van de natuur. De essentie van ons. Ja, want uiteindelijk zijn wij natuur. Ja, precies. Yeah. Ja, dus ik vind dat, ja. Dus ik probeer gewoon eigenlijk, denk ik, te doorgronden wie ik nou ben in dit grote geheel of zo. Ja, en wat ik ook wel mooi vind om te horen, is dat jij eigenlijk je eigen vorm van priesterschap hebt gevonden. Zeg je dat mooi? Ja, nee, dat weet ik niet, maar zo klinkt het. Dankjewel. Dat je echt zo je eigen uitingsvormen hebt gevonden om... Zat er toch in dus. Verdorie. Nee, is dat toch ergens goed voor geweest? Ergens goed voor geweest die jaren. Ja. Ja, ze zeggen ook altijd, het is niet voor niets hè, wat je meemaakt in je leven. Nee. Dat brengt je allemaal bij daar waar je mag zijn. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Ja, en het is allemaal een optelsom van dan... Dat wat je hier en nu brengt, doet, geeft. Dit is natuurlijk één voorbeeld, hè? Aaron die overlijdt. En ik heb nog een vriend die overleed. Een vriendin van mij, dat is echt heel plotseling ook mijn opa, met wie ik een fantastisch contact had. Er zijn best wel veel mensen uit mijn leven verdwenen die, denk ik, ja, die hebben zoveel bijgedragen aan die spiegel. Weet je, we konden elkaar ook allemaal spiegels geven. En dat vind ik zo waardevol. En natuurlijk is er altijd dat gemis, en dat blijkt bij mij ook, dat gemis van de persoon, weet je wel, met wie je dan even... Ja, de fysieke, de fysieke aanwezigheid van diegene. Dat, is wat ik mis nog steeds, bij iedereen, bij alle mensen die ik heb verloren in mijn leven. Zo van, had ik die maar even kunnen bellen? Dat kan niet, weet je zo. Ja. En dat is mijn verdriet, dat voel ik nog steeds. Alleen, het verschil is nu dat die mensen die ik mis in het fysieke leven, die voel ik in het astrale leven. Dus, hè, en dat is zo'n nieuwe dimensie. Zo'n andere dimensie waar ik dus niet even een bakkie kan doen. Nee, maar dan doe je op een andere manier een bakkie mee. Ja. Precies. En dat voedt mij net zo. Ja. Maar ik blijf natuurlijk mens. Dus dat is altijd het zoeken naar, oké, wat vind ik nou het belangrijkste? En wil ik dat zo graag omdat mijn ego, hè, omdat ik als mens dit zo graag... En natuurlijk is dat zo. En dat mag ik ook best onderkennen. En er is dat andere, waarin ik gewoon echt zo mooi contact kan hebben met de mensen die... nu ook overleden zijn, hè? En nu ook zoveel meer weten over zichzelf en zoveel meer begrijpen over waarom we hier eigenlijk zijn en
wat we hier komen doen, dat is zo waardevol. Wat dan in me opkomt is, heb je dan ondertussen ontdekt waarom jij hier bent? Ja, ik ben hier om een spiegel te zijn voor mezelf en anderen. Dat is voor nu. Voor morgen weet ik niet. Hoe kan dat morgen weer anders zijn? Ja, dat is zo. Ja, ja. Ja, toch? Ja, dat kan. Ja, geloof je niet dat je met één purpose naar hier bent gekomen? Weet ik niet. Het zou zomaar echt anders kunnen zijn. Maar het is natuurlijk zoveel meer lagen daar. Hè? Maar dit is wel een van de grootste dingen waarvoor je bent nu. Ja. Jij? Ik ben hier om te vernieuwen. Ik breng altijd ergens vernieuwing in. Ik heb ooit een opleiding gedaan en daar zeiden ze van, je hebt, als je terugkijkt in je leven, één rode draad. En dat noemen we dan een talent. Mm-hmm. Want dat is wat je steeds doet en wat steeds weer opnieuw gebeurt. En dat werd toen in eerste instantie gedefinieerd met een nieuw leven inblazen. Ik werkte toen in de uitvaartverzorging, dus toen zei iedereen, nou, dan zit je echt op een goede plek. Dacht ik, ja, dat is ook wel een beetje raar. Maar goed. En op een gegeven moment, gaandeweg de jaren dat ik dat talent had, dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet wat ik doe. En er zit ook geen beweging in. Ja, inblazen is wel een beweging, maar ik vond het te statisch of zo. En toen kwam eigenlijk in het moment dat ik dat voelde, kwam het woord, maar ik vernieuw. Ik ben iedere keer vernieuwing aan het brengen op allerlei manieren. Ik bedoel, in mezelf. Ik ben zelf een voorbeeld van een en al vernieuwing. Ja. Ik kan gewoon niet altijd hetzelfde doen. Ja, daar word ik helemaal niet door uitgedaagd. Dan vind ik het leven saai worden. Dus ik moet iedere keer vernieuwing in mezelf. Maar ook bij de mensen om me heen help ik daar. En organisaties help ik daarmee om die vernieuwing in zichzelf te realiseren. Ja. Dus dat is ook wel wat ik nu met mijn missie natuurlijk heb. Ik wil heel graag die vernieuwing in het levenseinde dood normaal maken is een vernieuwing. En ondertussen wordt die ook al wel weer groter. Omdat ik merk dat ik het sterven in Nederland maatschappelijk op de kaart wil krijgen. Ja, omdat dat sterven zo'n schoonheid heeft. En dat we daar niet met schoonheid mee omgaan. Weet je, ik wil geen verwijt geven aan mensen die nu in dat veld. Die doen echt hun stinkende best. En die zijn er echt met al hun ziel en zaligheid. Hoe ze dat doen. Doen ze echt wat ze in hun beste kunnen realiseren. Maar ik zie echt dat het anders kan. En gelukkig met mijn meerdere. En dat ik ook nu wel voel, het is de tijd. Het is de tijd dat we het op de kaart gaan zetten. Ja. Het is de tijd dat we er met elkaar over in gesprek gaan. En het daarom ook deze podcast. En wat we net ook al even in het voorgesprek zeiden. Hoe vaak kan jij je verhaal doen als je een verlies hebt meegemaakt? Dat kun je gewoon niet vaak genoeg doen in het leven. Maar het zou juist zo waardevol zijn als je dat wel heel vaak doet. Ja, absoluut. Omdat je daar iedere keer weer vernieuwing in jezelf mee realiseert. En daar zie ik gewoon heel erg de schoonheid. Dus ja, dus ik ben hier om te vernieuwen. Dat vind ik ook wel pittig hoor. Dat betekent ook altijd wel dat ik niet op de gebaande paden moet lopen. Nee. En wat jij ook al zegt, ja, ik voelde me altijd wel een beetje zo'n rare snater. Of zo'n beetje zo'n eenling. Of zo'n ander. Weet je, zodat je je anders voelt. Ja, dat heb ik ook altijd gehad. En toch is dat wel, ja, net zoals ik jou dat hoor zeggen. En toch loop je je weg en doe je je eigen ding. Ja, dat is onvermijdelijk hoor. Ja, dat kan ook niet anders. Nee, ik heb ook geen keuze. Dit is echt wat ik mag doen. Mooi hè? Ja, dus dat vind ik ook wel echt heel erg mooi. Ja. Yeah. Prachtig. Ja, dus dat ik dat wel heel veel. We hebben heel veel aangeraakt. Ja, we hebben echt heel veel aangeraakt. Ja. Nou, wat ik heel erg veel mensen wens, of wat ik deze wereld gewoon wens, is dat iedereen hun eigen beste vriend of vriendin wordt. Dat zeg ik heel vaak tegen mezelf, maar ook tegen anderen. Van, zorg dat je jezelf niet meer in de steek laat. Weet je wel? Dus zorg goed voor jou, in welke situatie je ook zit. En als je het lastig hebt of je hebt even een luisterend oor nodig, zorg dan voor jezelf. En zorg daarvoor. Geef gehoor aan wat je voelt. Ja. En probeer dat te uiten op de manier waarop jij dat kan. En dan kan het weer gaan stromen. We zijn bedoeld om te stromen. We zijn bedoeld om te bewegen. We zijn bedoeld om. Weet je, als dat is wel interessant. Als een dier iets overkomt, een klap of trauma, hè, dan trilt het. Het lijf trilt totdat het klaar is. Ja, precies. En daarna gaan ze weer door met leven. Ja, dat is eigenlijk de manier van een dier om het te verwerken. Ja. En hoe het dan werkt bij ons mensen. Is dat die trilling vastzet? Juist. Ja. Juist. Dus we mogen de beweging afmaken. Vaak als we iemand verliezen, dan komt er een trauma en dan zetten we onszelf vast. Ja.
door middel van ademhaling, door middel van nou, doe het op je eigen manier. Dat verdriet wil stromen, dat verdriet wil geuit worden. En als je daar dat taboe van afhaalt van je eigen overtuiging, dat het niet kan of niet mag of niet gewenst is. Kijk dan naar jezelf in de spiegel, weet je. Jij moet vanavond weer in je eigen bed stappen en niemand anders, weet je. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor je eigen geluk. En ook voor je eigen gevoelens, ook voor je eigen rouw, ook voor je eigen diep in de put zitten. Ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik echt heel graag, als ik dat had gehoord op het moment dat ik diep in de put zat, had ik misschien heel anders, misschien ook niet, maar had ik misschien heel anders door deze periode heen gegaan. Ja. Want ik heb mezelf heel vaak in de steek gelaten, ook ondanks dat ik probeerde het uit. Ja. Mezelf ingehouden of, hè? Nee. Daar ligt niet het antwoord voor mij, althans niet. Misschien voor heel andere mensen wel, maar niet voor mij. Nee. En wij houden heel veel in deze maatschappij. Ja. En dit is jammer. Ja. Op z'n zachtst gezegd. Ja, we doen onszelf daarin eigenlijk tekort en we lopen onszelf voorbij. Absoluut. Terwijl ieder mens is een prachtmens. Zo. Weet je, dus ieder mens is een prachtmens. Maar dat moeten we onszelf geven. Ja. Want dat kan niet van een ander komen. Ja. Nee. Ja. Dus ik merk dan ook altijd, het is altijd misschien dan plat gezegd, ik denk altijd, heb gewoon scheid aan heel de wereld om je heen. Ja. Want die weten niet wat goed is voor je. Nee. Het enige die dat weet ben jij. En de spiegel is dan de meest mooie plek om dat dan te ontdekken. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Vind ik een mooie afronding. Ik ook. Ja. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Winnie Bos over het verlies van haar dementerende vader in coronatijd.